Maar ik ontwikkel mijn brein, mijn verstand, mijn instinct, die Chinese draak. Dat is een meester in het verdedigen van objecten. Ja, en hij is precies zoals ik hem wil. Ja, ik vind het heel spannend, ja. Het is wel een afsluiting van een periode, ja. Tussen Steenwijk en Wolvega staat al decennia lang het zelfgebouwde kasteel van Gerry Halman, ook wel Gregorius genoemd. Jullie moeten toch los, want er komt drukte vandaag. Gregorius begon eind jaren 80 met het bouwen van zijn kasteel, gewoon voor de lol. En hij woont zelf naast Old Stoutenburg, zoals hij dat kasteel noemt. En dag in dag uit bedenkt hij wat hij kan toevoegen aan zijn zelfgebouwde droomwereld. Ik ben niet de type dat naar een sportschool gaat, want die ontwikkelen de spieren. Hè? Maar ik ontwikkel mijn brein, mijn verstand, mijn instinct. Dat doen een heleboel mensen net niet. Fysiek ben ze wel geweldig in conditie, maar ze vergeten dat we ook een fantasiewereld hebben. En als je dat goed doet, dan krijg je fata morgana's, ken je dat? Dus illusies. Verlangen naar iets wat er niet is. En dat is eigenlijk ook de draak. Dat is een gevolg van mijn fantasiewereld. En van de kennis van de Chinese cultuur van de draak. Gregorius weet overigens exact waarom Old Stoutenburg dit nodig heeft. Vroeger, en dan praten we over 1400, 1450, kwamen de Vikings, hè, die Noorman. Die kwamen vanuit de Oostzee, Noordzee, Zuiderzee. Hierbij daar ligt de Kuinderen, Lemmer. Dan kwamen ze aan land en roem en stelen en moorden. Hè. En dus ik moet ter bescherming van het volk hier om me heen, moet ik door die Vikings tegenhouden. En dat doet dus die Chinese draak. Dat is een meester in het verdedigen van objecten. En als je daar een man bevriend met bent en je kunt met hem wonen, dan voel je je veilig. Zijn 75ste verjaardag is voor Gregorius een mooi moment om de draak in huis te halen. Ik weet zeker dat mijn kennis- en vriendenkring is groot en mijn familiekring is ook groot. Maar ik weet zeker dat ik zoiets niet op mijn verjaardag kreeg. Hè? En ik word 75, dat vind ik toch. Ik heb dus eigenlijk ook 75 jaar lang gespaard. Dus ik denk dat ik geef hem mezelf. Dan weet ik zeker dat ik in ieder geval wat kreeg op mijn verjaardag. Ja, dit is hem dan, de Jang van Blesdijken. Gemaakt van oud keukengereedschap door Albert Wijs uit Sint-Jansklooster. Gerry die is nogal, Gregorius vind ik een mooiere naam voor hem. Maar ja, die komt gewoon met een verzinsel in zijn hoofd. Ik wil een draak. En ja, dat is het eigenlijk. Dan ben je zelf vrij om te doen wat je wilt. Ja, dat werkt gewoon het allermooiste. Hij was er stil van. En later erg enthousiast, zoals hij eigenlijk altijd wel is. En daar doe je het voor? Ja, daar doe ik het zeker voor. Hij blij, ik blij. Ja, en hij is precies zoals ik hem wil. Prachtig. Ja? En ook geboren uit schroot, hè? Uit afval. Hè? En dat is het mooie. Ik ben een goed king. Ik ben allemaal vleesschaaltjes en wijnkoelers en de mes en het vork en het bestek. Van de reguliere leefomgeving. En daar creëert Albert een draak van. Dan is het vervolgens de kunst om de metershoge creatie op het kasteel te krijgen. Ja, ik vind het heel spannend, ja. Potver. Hij vrolijk en doet wat. Als dat vervolgens is gelukt, dan is de kasteelheer meer dan tevreden. Nee, de slagroom op het taart. Hè? Ja, het is wel een afsluiting van een periode, ja. Het kan niet beter. Het is geweldig.